Het onderzoek van de agent van de staat in de spraakmakende zaak waarbij activist Rigitha Asawini Edenburg het land is uitgezet, is al afgerond. Dit bevestigt president Chandrika Prasad Santokhi, die het onderzoeksrapport al onder ogen heeft gekregen. Ik heb het rapport naar de minister van Justitie en Politie gestuurd om mij deze zaken te verduidelijken. Ik hoop dat hij deze week het voor me verduidelijkt. Dan hebben we een gefinaliseerd rapport. En dat rapport kan gaan naar het parlement, dat rapport kan gaan naar de samenleving. Dat weet ieder wat door een onafhankelijke autoriteit in feite beoordeeld is. Santokhi zegt verder dat nog 2 tot 3 issues verduidelijkt moeten worden door de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoxie. Er is een onderzoek, en dat heb ik medegedeeld aan de samenleving en het parlement, dat we een onderzoek, een beoordeling, advies gevraagd hebben aan de agent van de staat. De agent van de staat heeft een grondig onderzoek verricht aan de hand van alle beschikbare informatie, rapporten en toetsing van alle nationale en internationale regelgeving. En de agent heeft het rapport aan mij aangeboden met aanbevelingen, met issues. Amoxie vertelde eerder deze week aan journalisten dat hij het rapport Asawini al heeft doorgenomen. De minister heeft een team op de zaak gezet om de vragen die vanuit het kabinet van de president komen te beantwoorden.